Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van weerplaza.nl. Het weer staat al dagenlang onder invloed van een groot, hoge, lage drukgebied, moet ik zeggen. Dat dan voor de Noorse zuidwestkust. Dat lage drukgebied dat trekt de komende dagen geleidelijk aan naar het noorden en maakt dan plaats voor een ander lage drukgebied dat de komende dagen in een razend tempo vanaf het zuiden van Groenland om het lage drukgebied heen via het zuiden van Engeland en het kanaal op de Noordzee uitkomt. Nou, daar zal die depressie uiteindelijk zondag komen te liggen en gaan zorgen voor toch flink onstuimig weer. En wie weet eh, krijgen we wel de eerste herfststorm van het jaar. Dat zien we vooral goed als ik de boel in beweging zet. De depressie op de Atlantische Oceaan komt dan geleidelijk dichterbij en begint dan eigenlijk eh, kort voordat hij ten zuiden van Ierland uitkomt, flink uit te diepen en te intensiveren, om vervolgens dan over het kanaal richting de Noordzee te trekken. Het andere lage drukgebied is dan inmiddels al bijna buiten beeld verdwenen en bevindt zich dan voor de Noorse Noordwestkust. Als we de winter even bijpakken, dan is ook goed te zien dat die depressie ook flink wat wind veroorzaakt. Daar zie je maar aankomen. En vooral in het kanaal. En bij ons bij de Noordzee kan het toch enige tijd flink gaan waaien. In eerste instantie uit zuidoostelijke richting in de ochtend en later in de middag, wanneer het koufront passeert, waait de wind uit het zuidwesten. Daarbij kan het vooral boven land toch enige tijd krachtig waaien en een zee hard of misschien enige tijd ook stormachtig. En wie weet wordt er zelfs eventjes getipt aan windkracht 9, dus stormkracht. En daarbij zijn er in het hele land en met name aan de Westkust kans op windstoten en aan zee dus ook gewoon zware windstoten tot misschien wel 100 km per uur. Actueel zien we toch vrij veel wolken boven Nederland, maar ook een enkele opklaring, met name aan zee. Ook in het binnenland komt af en toe de zon tevoorschijn. Maar we zien een flinke dot met wolken boven het kanaal liggen. En dat heeft allemaal te maken met een heel klein en verenigd lage drukgebiedje dat in de loop van de middag richting Limburg koerst. Onder het lage drukgebiedje zitten een aantal buien. En die buien die zijn vrij, vrij fel. En die kunnen in het zuidoosten van het land ook gepaard gaan met onweer. En misschien later ook wat windstoten. Hoe dat zich ontwikkelt, dat er moet de komende uren allemaal blijken. De modellen die hebben er enigszins moeite mee. Maar ik verwacht zelf dat er bij een enkele bui toch wel windstoten kunnen zitten van pakweg 60 of misschien wel 70 km per uur. Maar vanmiddag, zoals ik al zei, geregeld wat ruimte voor de zon. Temperaturen normaal voor de tijd van het jaar met 8 of 9 graden. En in het binnenland waait een overwegend matige Zuidwestenwind. En aan een zee een krachtige Westen- tot Zuidwestenwind. Alleen in het binnenland bij buien, dus kans op die windstoten. Dan later op de dag neemt de bewolking er wel wat toe en dan naderen er ook wat meer buien. En dan gaan er ook aan zee een aantal buien vallen. En met die buien krijgen we ook vanavond en vannacht te maken. Vanavond is het dan in het binnenland overwegend droog. Maar in het zuiden, en aan de kust vallen dan een aantal buien. En in het noordoosten van het land waar het droog is en behoorlijk opklaart, koelt het dan al af naar een graad of 4. Vannacht blijven dan die buien aan zee vallen. In het zuidwesten is het dan eigenlijk bijna geheel bewolkt. En Veel Elders zijn er ook wat opklaringen. En misschien dat er in het oosten van het land een enkele mistbank voorkomt. De laagste temperaturen in het noordoosten van het land, daar plaatselijk minima van 2 graden. Morgen is het dan nog vrij rustig wat betreft het weer. Bovenland waait een matige zuidwestenwind aan zee, vrij krachtig of enige tijd krachtig. En daarbij is het eerst tamelijk bewolkt, maar later op de dag komt steeds vaker de zon tevoorschijn. In de westelijke helft kan een enkele bui vallen. Het is wel de koudste dag van de week met 6 tot 8 graden. De komende dagen dan flink wisselvallig weer en dan met name de zondag flinke wat wind. En aan de noordwestkust kan misschien heel even de wind dus een stormkracht behalen. In het hele land kans op zware windstoten van 75 tot 90 km per uur. Aan zee en op de Wadden misschien 100 km per uur. Maandag is het dan al iets rustiger wat betreft de wind. Maar nog steeds wisselvallig met wolken en buien. Maar wel temperaturen van 10 tot 12 graden. Vanaf dinsdag dan wordt het weerbeeld vriendelijker... Is het nog zacht, maar vanaf woensdag dan wordt het geleidelijk aan weer wat frisser. Het wordt wel een stuk droger, hoge druk neemt de invloed op ons weer over. En daardoor is het zo dat vanaf woensdag tot en met eigenlijk inkomend weekend het op de meeste plaatsen misschien wel vrijwel helemaal droger blijven. De zon die komt vaker tevoorschijn, maar zoals ik al zei, de middagtemperatuur die levert al iets in. En op langere termijn kan het misschien in de nachten af en toe een keer tot vorst gaan komen. Mijn naam is Wilfred Janssen van weerplaza.nl.